Dus enkel degene die de erkenning heeft gevraagd, die hier dan als zelfstandige actief mag zijn. Ook al het personeel dat hij te werk stelt. Zelfstandige medewerkers, die moeten zich hier op de beurs dan wel onthouden van makelaarsactiviteiten als ze niet zelf die erkenning hebben aangevraagd. En de erkenning als occasioneel is voor een duurtijd van een jaar. Dus na een jaar moeten de mensen zelf ook die hernieuwing vragen om dan dus het jaar daarop weer hier op de beurs actief te kunnen zijn.